Voor dit pioniersitem zijn we in Zaandam aangekomen, waar we Ilonka, de Killer Queen Elmond, gaan ontmoeten. Zevenvoudig wereldkampioen en een absolute legende in onze kickboxwereld. Nou, we zijn er nummer 86. De deur staat open. Toch altijd wel een beetje spannend om bij zevenvoudig wereldkampioen kickboksen zomaar naar binnen te lopen. Maar laten we maar proberen. Ilonka? Ja, hi. Ah, kijk, gelukkig. Val me niet aan. Komt zo wat binnen, de deur stond open. Ja, klopt. Waarom? Ik vond het binnen een beetje cool en buiten was de zon zo lekker aan het schijnen. Dus ik ben een beetje aan het ontdooien, acclimatiseren. Gelukkig. En we hebben geluk, want je woont eigenlijk niet in Zaandam. We zijn het huis van je moeder. Ja, van mijn ouders. Die wonen hier. En als ik op vakantie kom of terug naar Nederland kom, blijf ik altijd bij mijn ouders. Ik heb hun enige kleinkind, dus je begrijpt dat ik niet ergens anders kan blijven dan hier. Nee. Dus dan blijf ik lekker hier bij mijn ouders, gezellig. En dat is vandaar. En ik heb een beetje zon meegenomen. Gelukkig, je kan zonder zorgen je de deur openmaken, want je reputatie ligt hier al half op tafel. Ja. Onwijs, hè? Ja. Zevenvaardig wereldkampioen ben je geweest. Ja. Europees kampioen, Nederlands kampioenschappen. Ja. Ongelooflijk, wat een carrière, hè? Ja, eigenlijk is dat heel bijzonder gegaan. Want het was niet eigenlijk de bedoeling dat ik zou gaan vechten. Mm-hmm. Het was echt dat ik... Ik had Lucien Calbin al een keertje ontmoet in een discotheek ergens. En ik moest ook invallen voor iemand. Hij moest invallen voor Gilbert, want die stond toen aan de deur. Gilbert Eiffel, die ken je wel. Ja. En hij viel in voor Gilbert en ik ging een vriendin helpen. En zo leerden we elkaar kennen. En toen had hij me een keertje uitgenodigd van... Ja, je moet eens een keertje komen trainen. En ik dacht... Yeah, right. Daar ga ik er niet aan beginnen. Ja. Maar ook weer zo'n toevalligheid. Ik woonde toen in Amsterdam Zuidoost. En ik deelde een dakterras met nog een andere persoon die ik nooit zag. Ja. En ik had een pup, een Rottweiler. En die rende zo het huis een keertje in van die vriend van me. Nou, dat was meervoudig wereldkampioen kickboksen, Jerry Morris. Die woonde naast je. Die woonde dat naast had jij me. Nog nooit gezien. Ik had Jerry nog nooit gezien, ik had nog nooit van Jerry gehoord, helemaal niks. Maar mijn hond rende dus zijn huis naar binnen en ik wilde mijn hond terug. Dus ik ga zo bij die meneer in de deuropening staan, een beetje een rare indeling, want je had toen je woonkamer boven en de slaapkamers beneden en die hond is die trap afgerend. Dus ik zag niets, behalve een huis, vol bekers van die hele grote trofeeën, langer dan ik. En ik denk, nou, ik heb geen idee wat deze doet, zeker een voetballer of zo. En toen kwam er een mannetje de trap oplopen, zo dik. Ja. met een eetpack. Een heel verlegen mannetje. En daarmee raakte ik dus bevriend. En toen bracht hij mijn hond voor me en zo raakte mijn vriend. Elke dag bij elkaar op de bank, vertelde me zoveel over kickboksen en thaiboksen. En toen zei ik van, je gaat een keertje meenemen naar de sportschool. Waar zijn trainer trainde, want hij trainde ook bij Lucien Carbin. Ja. En toen zei ik van, hey, dat is die man die me had uitgenodigd om te komen trainen. En dus op die manier ben ik dus die avond met hem meegaan, na maanden hoor. Ben ik met hem meegaan, dacht ik, dan vraagt hij me ook niet meer om te gaan sporten. Ja. Dat dacht ik, daar ben ik er vanaf. Maar die avond dat ik dan weer gaan trainen, was het zo leuk. Ik heb me echt uitgeleefd. Ik dacht dat ik kon vechten voor wat ik kon. Waarschijnlijk leek het nergens op. Maar ik heb in ieder geval zoveel gedaan dat Carbin me dus echt interessant vond. Ja, en die haalde me dus uit de groep. En vanaf daar zijn de afspraken eigenlijk gaan lopen. En toen zei hij van, ja, ik kan je binnen een jaar kampioen maken. Toen dacht ik, nadat ik dit heb laten zien van mezelf. Ja. En toen zei ik, nou ja, laten we gaan kijken. Wat does it take? Wauw. Zo is het eigenlijk gekomen. Het was helemaal niet iets van dat ik het had gepland. Maar redelijk laat begonnen. Ja, ik was 23. Zo. Ja, ik was laat. Heel laat. Eigenlijk was ik ten dode opgeschreven voor de vechtsport. Maar voor de topsport is dat veel te laat. Ja. Voor de topsport is het veel te laat. En daarvoor was je ook al hoog in de sport of in andere sporten actief? Of? Ja, ik rende voor de tram als ik laat was. That's it. En ik had wel eens sprintjes met de metro, maar that's about it. Maar dat was het echt? Ja, ik deed niet aan sporten. Ik wilde wel heel vaak graag op een vechtsport gaan, maar mijn ouders die vonden dat natuurlijk niet zo leuk. Ja. En hier en daar begon ik was toch een beetje een bij de handje, dus ik wilde vaak mijn eigen weg op gaan. Ja. Maar ik heb daarvoor nooit iets gedaan en een echte sport dat ik echt heb ingeschreven. Ik heb een dagje judo geprobeerd, maar toen... Weet je, dan trekken ze aan je oren en dan schuurt het en daar had ik ook weer geen zin in. Dus that's about it aan sport. Ik wil heel even over deze tafel, want die kunnen we niet meenemen. Hier ligt heel veel. Je was niet alleen een kickbokster, maar
je hebt meer gedaan. Want ja. Je staat niet alleen in deze bladen omdat je zo goed vocht. Nee, dat klopt. Ik heb veel meer gedaan naast mijn vechtsportcarrière. Want je vecht niet de hele tijd. Dus je hebt altijd gaps tussen je wedstrijden. Ja. En ik vond het altijd goed om bijvoorbeeld extra dingen te doen. Bijvoorbeeld, we hadden in Amsterdam-Zuidoost hadden we kansarme jongeren, zeg maar. Hangjongeren, daar hadden ze een probleem mee. En daar deden wij vaak trainingen voor. Om ze eigenlijk een beetje te motiveren. Niet steeds in een vicieuze cirkel te gaan. En problemen op straat te maken. Ja. Nou, dat zijn projecten die ik wel in Amsterdam-Zuidoost toen de tijd de Bijlmer heb gedaan. En later begonnen we met een projectje. Dat was hier, dan zie je dat bij de L. Mm-hmm. Heeft toen een reportage van gemaakt. En toen gingen wij naar gedetineerde jongeren. Ja. En toen was ik al vaker op tv, was ik al meervoudig wereldkampioen. En dan gingen we de gevangenis in om die jongens te motiveren om niet meer de criminaliteit in te gaan, terug hun leven op te pakken, andere vrienden op te kiezen, te zoeken. En dan brachten we de sporten aan hun, dus in dit geval vechtsport, want they can relate to that, snap je? Ja. Want ze willen net zo goed zijn als jij. Dus dan betekent dat ze ook in moeten zetten als wat jij hebt ingezet. Ja. Dus dat is een stukje waar de opvoedkundige waarde van de sport naar buiten kwam. Dus dat zijn de projecten die ik heb gedaan. Heel veel sociaal-maatschappelijke dingen, ook met meiden. Weet je, dat weerbaarder werden. Ja. En dat heeft dus... Dat is meer ook vanuit mezelf gekomen. Hoor. Ja. Dus het is niet iets dat je oplegt. Ik zie een foto van Johnny de Mol. Ilonka Eilmond, oftewel de Killer Queen. Zevenvoudig wereldkampioen thaiboksen. Ja, toen zijn we naar Waar is de Mol gegaan, naar Oeganda. Oh ja, dat was ook wel grappig, want we zijn toen in Kampala geweest, want daar was de gym van Idi Amin. Mm-hmm. Die ken je nog, toch? Ja. Die at zijn mensen op. Ja. Maar Idi Amin, die bokste ook. Dus we zijn naar zijn box. Dat is een slechte promotor voor de sport, hè? Ja, maar het is boksen, hè? Ja. Nee, geintje. Maar het was wel heel indrukwekkend, want Kampala was gewoon erg heel veel indrukken gehad van de mensen. Heel veel mensen die op elkaar woonden. Prachtige gym. Heel erg authentiek. Raw, kan je wel zeggen. Niet zo luxe als dat we hier hebben. Ja. Maar dat daar toch wel de kampioenen waren. En er was een meisje daartussen. Die was echt een strebertje, hoor. Heb ik nog even mee getraind. En dat was echt... The next champion of the world! Yay! Ik heb altijd aangegeven dat de sport het is iets heel moois. Ik noem het ook een gevechtskunst. Je kan zeggen, ja, we zijn aan het vechten in de ring, ja. Maar je kan ook zeggen dat we fysiek schaken, of niet? Ja, dat is een zekerheid. Dat zou je ook zo kunnen brengen. Dus de sport heeft een hele hoge dosis aan life skills die ik dus nu gebruik. Voor mezelf verder dan de sport. Ja. En ik heb me ook daarnaast ook sociaal-maatschappelijk ingezet met de jeugd en de jongeren. En ik denk dat het een compleet plaatje is geweest. En dat ik, hopelijk niet te veel gekke dingen zeg op tv, denk ik. Dat gaan we nu merken. Hey, zullen wij, je hebt de deur open staan omdat het warm is. Het is ook warm hier binnen. Zullen we een stukje buiten gaan lopen? En daarna, we gaan ook nog eventjes naar je oude gym toe, hè? Naar Bessie Kops. Onder andere, ja. Ja, zeker. Ja, top. Laten we een loopje gaan nemen. Let's go. Leuk. Hey Lonka, we zijn in Zaandam, maar je woont eigenlijk in Suriname. Want je bent terug verhuisd. Hoe zit dat? Nou kijk, eigenlijk was het de bedoeling dat ik naar Suriname ging om wat projectjes te doen. Mm-hmm. Om de kansarme jongeren in Suriname een beetje een boost te geven, een beetje te motiveren. Ja. Dus dat was eigenlijk de bedoeling. Maar één ding wat ik nog niet onder controle heb, is nee zeggen. En als mensen me dingen vragen, dan is het eigenlijk altijd ja. Dus ik ben naar Suriname gegaan eigenlijk om een evenement te organiseren. Te fundraisen. Mm-hmm. En vanuit het evenement wilde ik dan doneren aan een paar kinderthuizen, et cetera. Maar toen bleek dat de sportcomplexen die daar waren in deplorabele staat. Er waren geen sportmaterialen, geen adequate sportbegeleiding en dergelijke. Dat zijn toch wel ernstige zaken als je bijvoorbeeld kinderen aan het sporten wil brengen op een structurele wijze. Ja.
En heb ik hier met het ROC van Amsterdam en HVA van Amsterdam hebben we docenten overgevlogen. Dus in een samenwerkingsverband. En hebben we daar ongeveer 186 trainers, mensen getraind in 5 districten van Suriname. Die mensen hebben we dus gratis getraind, opgeleid. En met het doel bijvoorbeeld te zeggen van kijk, als een trainer teruggaat naar zijn district, naar het veld, zeg maar, naar zijn wijk kan je wel zeggen, dan heeft hij kennis. En vanuit de kennis gaat hij die kinderen motiveren om te sporten. Maar je bent dus in 2008 met het project begonnen. Ja. Nu ben je 10, 11 ja, verder. Ja. Wat heeft het veranderd in Suriname? Want dat moet een grote verandering geweest zijn. Ja, ik heb best wel veel gedaan. Hè. Ik heb echt heel veel gedaan. Ik was in 2008 tot 2012 was ik sportambassadeur. Mm-hmm. Hier in Nederland. Ja. Voor het ministerie van VWS. Samen met Richard Krajicek, Foppe de Haan, Jochem Uitenhagen en nog 3 andere topsporters. Ja. En dan hadden we als topsporters hadden we focusgebieden. Bijvoorbeeld focusgebied, ik had mensen met een beperking of kinderen met een beperking. En het gebied Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. Ja. Nou, die andere jongens hadden ook wel focusgebied, maar dat betrof dus niet de mijne. Ja. Dus zodoende heb ik dan weer interesse gekregen voor mensen met een beperking waar ik eigenlijk helemaal geen ervaring mee had, kan je wel zeggen. Ja. En nu zien wij bijvoorbeeld, met mijn foundation laten wij ongeveer tussen de 800 en 1000 kinderen met een beperking, dus verschillende soorten beperkingen, kennis maken met sport en spel. Ja, en sport ja want je hebt een foundation, hè? Die ben je begonnen? Uiteindelijk heb ik een foundation opgericht in Suriname. En was wel belangrijk, want uiteindelijk als je projecten gaat uitvoeren, is het beter als je het onder een entiteit doet. En, mm-hmm. en ook gestructureerd met een bepaalde visie. Zit je ook zelf nog in de kickboxwereld? Train je zelf nog? Geef je lessen? Ja, ik doe heel veel nog aan personal training. Dat doe ik sowieso. Ik train zelf ook nog, want ik kan mijn dag niet beginnen zonder getraind te hebben. Dus dat is iets wat ik dus heb geërfd. Ja? Anders ben ik niet lekker in mijn vel, heb ik niet gesport, dan loopt mijn dag niet zoals ik graag zou willen. En, dus ik ben nog heel veel met de sport bezig. Ik ben tegenwoordig voorzitter van de Surinaamse Thaiboxbond. Dus we proberen ook vanuit mijn netwerk, zet ik mijn relaties uit, zodat de sporters bijvoorbeeld zich internationaal op een internationaal platform kunnen begeven. Ja, ja. En dus ik heb meerdere petten op. Dat zie je wel in Suriname. Talent is er zeker. De begeleiding gaat omhoog, dat betekent dat het niveau stijgt. De begeleiding van de trainers gaat omhoog, dus het niveau van de vechters die stijgt. En doordat de internationale relaties aangesterkt worden, dan kunnen de vechters ook makkelijker naar het buitenland. Ja. En dat is wat ze nodig hebben, wedstrijden. Ja, want dat zijn hun visitekaartjes. Ja. E-train zelf dus ook. Ja. Dat gaan we natuurlijk even bekijken, hè? De killer queen van toen en de killer queen van nu. Precies, ik ben heel benieuwd. Spannend. Maar je gaat niet tegen mij vechten, hè? Oh, niet? Ik kan heel goed nee zeggen. Dit is natuurlijk waar het voor jou allemaal begon, hè? Ja. Coach Jim. Ja, ik ben naar hier toe gekomen. Dus ik ben toen met Jerry meegekomen. Ja? Ja. Als je nog kan herinneren, had Lucien me een paar maanden daarvoor al uitgenodigd. Kijk hier. We zijn hier. Hey. Hey jongens, alles goed? Leuk, denk eens hier op je wachten, hè? Ja. Respect voor je. Ja man, alles goed? Hey, dat is te lang geleden. Ja, leuk jullie weer te zien. Ja, goed. Gaan we lekker gek doen? Ja, we gaan er weer naartoe. Ga je mee trainen? Ik loop na, ik train. Hey, goeiemiddag. Hoe gaat het met je? Oké. Ja, alles lekker? Oké, kom. Luister, waar sta ik? Hier. Kijk, daar sta je. Oh, wat leuk. Daar sta je. Oh ja, dit is de dat tijd. Ja, moet je dit zien. Je bent nog steeds zo mooi hoor, dat zit toch goed. Dus ik mag me leggen. Ja, natuurlijk. Oh, geweldig, moet je dit zien. Oké, dus hier sta je, Lucien. Ja. Dus Lucien die gaf toen de tijd hier les. En dan kwam ik trainen en ik heb echt, hier heb ik echt al mijn techniektrainingen gedaan. En ik ben kort daarna kwam mijn eerste partij. Omdat ik draaide in het Zonnehuis, hè, op knock-out. Ja, en toen in en ik. Zonnehuis had ik de mooiste partij van de avond. En toen werd ik meteen gevraagd om weer 2 weken later te vechten. Dus dat was direct ja. Ja. Ik heb nog een tijd gekend dat wij
kant en klaar, de tas in de auto hadden, reden we naar evenementen op zoek naar partijen. Oh ja. En dan zeiden van, hé, ik kan vechten hoor, als ik kan invallen, maakt niet uit, jongen of meisje, 5 kilo zwaarder, geen probleem. En dan, en dan ging het ook. Hoe was die eerste partij dan? Want hoe voelde dat? Had je geen angst dat je kwam? Je was een jaartje verder, je had een jaar bij Lucien getraind? Nee man, ik had dan, ik denk misschien een 7, 8 maanden. Misschien, ik ben niet zo goed in tijd, dus in ieder geval geen jaar. Binnen een jaar. En we hebben toen 2 keer, soms 3 keer per dag getraind, want ik ben nogal van ADHD, kan je wel zeggen. Ik wil heel graag trainen, heel graag beter worden. En ik kan me nog herinneren, Zonnehuis was bomvol. Je moest toen, je rookt die geur van de ring, die Thaise olie, die drukte. Het was een bomvolle bak, kan je dat nog herinneren? Heerlijk. En dan moet je door het publiek heen naar de ring. En dat was echt een geweldige tijd. En ik moest tegen een dame vechten. Ik dacht dat het was Mieke Blom, was een politieagent. Yeah. Dus die spanning was hoog, want je gaat nu naar iemand die eigenlijk politieagent is van beroep. Yeah. En die, ik weet nog dat ik mijn eerste afhouden maakte. Het was wel een beetje een waas, ik was zenuwachtig. Die druk zat er erg op. En ik weet nog dat ik mijn eerste afhouden maakte en die stoot in alles zat wat ik deed. Dus ik won. Wat voor knock-out? Ik denk dat het meisje uitgeteld is, dat denk ik. Dat is lang geleden. En was het op een trap of op een stoot? Ik denk combinatie, ik heb geen idee meer. Ik weet het niet, ik ben nog steeds op zoek naar mijn eerste partij, die heb ik nooit gezien. Ik weet dat heel veel mensen erover hebben gesproken van, wauw, dat was een fantastische partij, want ik heb toen de tijd druk gezet. En veel erover gehoord, maar ik heb het zelf niet gezien, dus dat is wel jammer. Dus mochten jullie hem vinden, dan wil ik het wel zien. Of mocht iemand hem hebben? Ja. Hoes! Bert, alles lekker? Dat is lang geleden. Heel lang geleden. Ah, dat is lang geleden. Heel lang geleden. Ja, maar ik ben er nog. Je ziet er goed uit. Ja, dankjewel. Hier is het begonnen, broer. Hier is het begonnen. Ja, echt geweldig. Hey, Sens. Yo, man. Oké dan. Dat is een beetje... Ja. Bert, kan jij nog herinneren dat Ilonka voor het eerst binnenkwam hier? Ja, dat kan ik zeker herinneren. Dat was in eind 95, begin 96, als ik het goed heb. En ze was in een training met Lucien en ik zag al gelijk dat ze een goede beweging had al. Er onder doordagen en dat was de allereerste lesje. Maar ze was gelijk al heel talentvol. Ja. Hoe heb je haar later gevolgd in haar carrière? Nadat ze begonnen was, zijn ze een jaar, anderhalf jaar later, is Lucien een andere locatie gaan betrekken. En ik heb hem wel al die tijd gevolgd natuurlijk. Want het was, ja, ik weet dat ze hier begonnen is. Samen met Tarek El Idrissi, die is ook begonnen hier zo. Al die jongens eigenlijk. Dus ik heb er altijd gevolgd. En ik was wel heel erg trots op haar inderdaad. Wat voor vechter was hij, Lonka? Ja, heel goed. En echt een pupil van Lucien. Knieën, gekke bewegingen. Heel onorthodox eigenlijk. En ja, ik vond het geweldig goed. Zeker omdat ze zo kort bezig was en dat ze alles al ging winnen. Wat heeft zij voor de kickboxwereld betekend? Voor de dames kickboxwereld heel veel. Want ja, natuurlijk Lucia Rijker. Ja, we begonnen met Saskia van Rijswijk natuurlijk. Dat was de eerste goeie. Daarna kwam Lucia Rijker. Die was heel erg goed. En toen kregen we eigenlijk Ilonka van Elmond. Dat was eigenlijk de derde dame die eigenlijk heel goed ging presteren in kickboksen. En later kwam Jim Mann. Ja. Wanneer kreeg jij je bijna een killer queen? Oh, dat gebeurde in de Bijlmer. Toen hadden wij, was ik de enige vrouw tussen al die mannen. Zoals je die mannen hier zo ziet trainen, was dat een volle bak. Met alleen maar mannen en meestal met bloot bovenlijf. Want ze moeten laten zien, hè? Ja, ja. En ik was de enige dame ertussen. En wanneer we aan het trainen waren, ja, toen hadden we die tijd. Kan je dat liedje nog herinneren van de Wu-Tang Clan met de Killer Bees? Zeker. Dat was toen de tijd populair. Ja. En toen zeiden ze van, nou ja, als de manier hoe ik vocht, we gingen het doel treffen van erin en eruit, schade achterlaten. En dat was dus, was ik de Killer Queen en zij waren de Killer Bees. Dus zo heb ik mijn naam gehad van de boys. 1, 2, voet zo laag mogelijk. Dat zit. Nog eentje. 1, 2, 1. Dat zit. Kijk waar je hand is. Naar die low kick. Nee, was goed. Was goed. Je stapt hier, moet je hier trekken. Dat je, doe nog een keer. Zonder dingen. 1, 2. Voor je veiligheid. Eerste knie, dat bedoel ik nou. Hey, kappen jongens. We hebben het gehad voor vandaag. Kinderbijslag. Straks begin ik te jodelen. Ik kan ze nog een beetje illusie. Maar hij was niet eens een kinderbijslag. Maar poging tot is al een feit. Ja, 3 maanden zelf. Poging tot aanslag.
En dit is hoe jullie met elkaar omgingen? Altijd, ja, altijd. Want wat je... Ik heb een hekel aan dat geblaf. En nou op. Als je ontspannen bent, onthoud je meer. Als je gespannen bent, zak je voor je rijbewijs. Als je relaxed praat over ditjes en datjes, wietje hier, wietje daar. En rook en dan slaag je, klaar. Ja, toch? Hoe was het met Ilonka vroeger om te trainen? Want jij was de allereerste. Zij is hyper. Als ze zwaar getraind heeft, denk ik we zijn klaar voor haar warming op. Dan moet ze nog. Ze is AHD, HD in het kwadraat. In het vreselijk. Ik weet niet wat het allemaal heeft. Allemaal. Ja. Soms is haar lichaam en haar hoofd zijn niet eens. Ja. Eentje is vooruit, eentje is achteruit. Ja. Dan zag ik, reg je ademhaling, denk goed na. Herhaal wat ik heb gezegd en dan gaan we. Nee. Dus 1, 2. 1, 2. Ja. Dit been bepaalt je hoogte. Je moet je zo hoog mogelijk optillen. Rechterbeen omhoog, hoog. Nee, rust. Wat betekent de Lonka voor jou? Want je hebt haar een hele goede vriend. En als ik bij ze spreken in Groningen pech heb met de auto, kan ik haar bellen. En je hebt nog meer jongens van de sportschool van ik heb een lekker band. Of ik ben mijn tandenborstel vergeten. Oh, ik breng er eentje. Toch goed. Nee, maar je kan op haar rekenen. Dat is dus dat. Dus. Ben je trots op haar? Eigenlijk niet, want ze groeit niet. We hebben beloofd, ze zal boven de... Ja. En belofte maakt schuld, vind ik. Ja, ik ben trots op haar. Zeker in de tijd dat ik hier in Nederland woonde. En zo had ook iets gezelligs. Hier zitten heel veel Surinamen, Afrikanen, Antillianen, eigenlijk alles door elkaar. Yeah. Nederland is een hele mooie mix van cultuur. Yeah. En dat maakt ze het ook zo bijzonder. Yeah. Dus ja, hier was ik elke dag. We deden vaak mijn boodschappen hier bij de FOMA. Broodjes halen, je weet, Zuidoosten straalt van het lekkere eten. Ja, ja, ja. En dat gaan we straks nog even doen. Oh, heerlijk! Oh, heb je daar zin in? Nou, ik heb zeker wel zin in eten. Lekker. Moeten we die kant op? Ja, we gaan rechtdoor, we gaan even naar buiten. En dan een beetje de sfeer proeven te gaan. Nou, lekker. Gezellig ook, hè? Ja. Maar wat heb jij voor Zuidoost betekend? Want ik denk dat jij, nou ja, als wereldkampioen kickbox is toch ook wel wat voor de omgeving hier betekent. Ja, nou, ik heb best wel veel voor Zuidoost gedaan. We hebben projecten gedaan met hangjongeren, projecten gedaan met gedetineerde jongeren. We hebben heel veel positieve aandacht gegeven aan Zuidoost door mijn prestaties. Want ik werd toen de tijd heel veel gevormd door Salto, AT5 ja. En eigenlijk de Amsterdamse bladen. En dat bracht Amsterdam Zuidoost toen de tijd de Bijlmer heel positief in het nieuws. Ja. En uiteindelijk hadden we zo'n geweldig draaiende sportschool aan de Vereen Stuartweg, waar Lucien trainde. Ja. En we hadden alleen maar kampioenen. Dus je begrijpt dat wanneer er pers was, dan was dat natuurlijk altijd leuk positief nieuws. Weer zo iemand uit de Bijlmer, een sterk persoon en al dat soort zaken. Dus voor Zuidoost heeft het wat imago betreft natuurlijk ook weer omhoog gegooid. De topsporters komen hieruit, atleten, wereldkampioenen, dat zit hier. Wat heeft de sport, heeft dat je mentaal ook geholpen? Is het iets wat terug is gekomen in je leven, of in je sportleven? Nou kijk, wat ik sowieso vind van sporten en dergelijke, is dat ik was al mentaal al een strebertje, van mezelf al. Vanaf ik klein was, misschien dat mijn moeder me dat zou vertellen, was ik altijd iemand die een doener was, een streber. Mm-hmm. En wat ik wel merk is dat ik bijvoorbeeld gedisciplineerder ben geworden. Ik had altijd wel dromen, net als ieder mens, ieder kind. Maar ik had meer discipline om bijvoorbeeld zaken af te ronden. Dus van A naar B te kunnen gaan, et cetera. Dus dat zag ik weer naar voren komen. Ja. Lucien die heeft daarin goed kunnen kneden. Die regelmaat die je nodig hebt om van A naar B te kunnen gaan of te kunnen groeien, van A naar Z te kunnen gaan, kan je wel zeggen. Dat heeft sport me zeker gebracht. Dat heeft me gebracht dat ik gedisciplineerd ben. Ik heb leren hard werken, ook op dagen dat ik daar niet zoveel zin in had. Maar ja, dat deed ik eigenlijk al. Dat zat al een beetje in mijn karakter. Ik heb leren omgaan met winst en verlies. Dat was heel belangrijk, want dat is eigenlijk wat je verder meeneemt in je leven. Je leert ook omgaan met hoe mensen naar jou kijken. En dat was best wel een moeilijk ding, want mensen hebben altijd een mening. Mm-hmm. En eigenlijk hoort die niet te tellen.
Ja, ja toch? Ja, want als je bezig bent met jouw ontwikkeling, is hun mening en daar bemoei jij je niet mee. Ja. Dat is best wel moeilijk, hè? En, ja. Zeker als je jong bent en dat moet je leren. En later leer je omgaan met hoe bereid je jezelf voor. Dus dat je gestructureerd gaat nadenken van welke passen heb je nodig om van A naar Z te komen. Ja, en dat je het dus in etappes doet, dus heb je eigenlijk altijd kleine successen. Ja. Ja, dat heeft sport meegebracht. Sport heeft me dus eigenlijk deze succesformule, dus deze ingrediënten meegegeven. Die ik dus nu gebruik in mijn dagelijks leven. Die ik dus weer verder doorbreng naar mijn zoon. En zodat hij zijn leven verder goed kan opstarten. Ja. Is hij een kickbokser? Hij traint wel. Hij kan het heel goed. Hij heeft zeker talent. Maar hij voetbalt nu. Omdat zijn vriendjes voetballen, is meneer in het voetballen. Maar ik denk dat in een jaar of 3, 4 zal hij weer bij mama aankloppen. Maar zullen we toch maar gaan thaiboksen. Wanneer hij door heeft wie ik ben, want hij heeft het niet helemaal door, denk ik. Ik denk dat hij het wel weet, maar ach, mijn moeder is toch maar mijn moeder. Verder niks. Als hij nee zegt en ik zeg ja, doe ik toch wat ik wil. Dat denkt hij. Ja. Maar hij heeft nog niet helemaal echt door wat een beetje mijn achtergrond is. Gun je hem een kickboxcarrière? Ik gun hem een topsportcarrière. Ik gun hem niet speciaal een kickboxcarrière. Als je bij me thuis zou komen, dan zou je zien dat er nergens een beker van me hangt. Waarom? Ook mijn belts niet, helemaal niet. Nou, omdat ik niet de mentale druk van mijn carrière op hem wil leggen. Ik vind dat hij zich moet ontwikkelen. Niet onder mijn schaduw, dat is één. Maar meer omdat ik vind dat hij zich zelf moet ontwikkelen. En niet volgens mijn patronen en verwachtingen moet gaan opleven. Dat is meer waar ik naartoe ga. Daarom heb ik mijn bekers ook weggezet en mijn belts ook. Ik vertel hem wel, ik laat het hem wel zien. Mm-hmm. Maar als ik een keuze maak van dit is de sport waar ik naartoe wil gaan, dit is de ontwikkeling die ik wil doorbrengen, dan zal ik hem 100% steunen. Ja. En dat is eigenlijk omdat hij ervoor heeft gekozen, niet omdat ik dat graag wil. Ik kijk heel graag dat hij een professionele vechter wordt, want ik bedoel, voor een man is dat stoer. Maar voor hetzelfde geld kiest hij voor voetbal. Ja, en dan ben ik even gelukkig. Ja. Ja, dat is ook goed. Nee, maar anything dat hij kiest, zal ik hem ondersteunen. Maar ik denk dat hij uitermate geschikt is voor de topsport. Hij is een streber, de juiste mentaliteit. Hij weet van afmaken, hij luistert goed, hij is coachable. Daar gaat het om. En hij heeft een heleboel positieve ingrediënten, nu al, op deze leeftijd. Zo wat gaan eten? Ja.